Hallo allemaal. Hypnose is een uiterst effectieve manier om te stoppen met roken. Roken is een aangeleerd gedrag. Je hebt jezelf zodanig geprogrammeerd dat je denkt op bepaalde momenten van de dag die sigaret echt nodig te hebben. Bijvoorbeeld wanneer je 's ochtends wakker wordt, na de eerste kop koffie, een sigaretje erbij. Bijvoorbeeld bij het drinken van een glaasje wijn of een flesje bier. Na het eten, wanneer je bijvoorbeeld gestrest bent. Of gewoon omdat het gezellig is. Maar niemand wordt immers geboren met een sigaret in zijn mond. Het is een gewoonte waar je zonder hulp heel moeilijk vanaf komt. En dat komt omdat dit gedrag vastgelegd zit, opgeslagen zit in het onderbewustzijn. En daar zit nou juist de kracht van hypnose. Je lost het probleem op in de kern, dus in het onderbewustzijn. Je kunt door middel van hypnose het onderbewustzijn herprogrammeren en van een roker een niet-roker maken. Wat wel erg belangrijk is, is dat je echt gemotiveerd bent om te stoppen met roken, of echt de wil hebt om te stoppen met roken. Je moet het immers voor jezelf doen. Dus wanneer jij echt wilt stoppen met roken en ook niet meer afhankelijk wil zijn van die sigaret, of je hebt misschien nog vragen over het stoppen met roken door middel van hypnose, neem dan heel vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen. Hartelijk dank voor het kijken naar dit filmpje en hopelijk tot ziens.